De VVD en D66 hebben hun verkiezingsprogramma ook in het Engels uitgebracht. Hiermee willen ze de expats in de regio meer betrekken bij de lokale politiek. Bij de overhandiging van het eerste exemplaar van D66 was Tweede Kamerlid Gerard Schouw aanwezig. De afgelopen jaren is het aantal internationals in Eindhoven flink gegroeid. Een deel van hen woont al vijf jaar in de stad en heeft daarom stemrecht. Volgens de partijen leveren ze een belangrijke bijdrage aan de Eindhovense economie en daarom is het belangrijk dat ze weten wat er speelt in de Eindhovense politiek.